Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we heerlijk Indisch koken. Op het menu staat gulai kambing. Dat is een superlekker gerecht van lamsvlees. Officieel moet dat geitenvlees zijn. Kambing betekent geit, alleen geit is wat moeilijk te verkrijgen in Nederland. Dus lamsvlees is ook prima. Het is een heel complex gerecht met zeer veel kruiden en specerijen. Het is een soort currygerecht. Het is super lekker en zeer de moeite waard om te maken. Het is heel anders dan alle andere Indische gerechten die we gemaakt hebben qua kruiden en qua smaak. Maar dat is juist super interessant en dat moet je zeker op je repertoire zetten. Voordat we gaan beginnen, like alvast deze video. Abonneer je op dit kanaal. Klik op het belletje zodat je op de hoogte blijft van alle andere leuke recepten die ik graag met je wil delen. Voor dit gerecht hebben we een kilo lamsvlees nodig. Ik heb ietsje meer, want ik moet er nog wel ietsje van afsnijden, er zit wat vel aan, maar daarom heb ik wat meer genomen, dus dat snij ik er eerst even af. En dan hoop ik een kilo over te houden, maar dat moet wel lukken. Kijk eens, en hier hebben we een mooi stukje lamsvlees van een kilo. En dit stuk gooien we niet weg, dat geven we gewoon aan de hond. Ik zei hond. En natuurlijk gaan we dat stuk even in mooie stukjes snijden, mooie hapklare brokken. En dan gaan we nu de boemboe maken. Dan gaan we 3 flinke uien schillen natuurlijk en dan snipperen. Die uien en dan 6 tenen knoflook. Ook even pellen en fijn snijden. Zo, dat zijn de tenen knoflook. Dan gaan we nu de rest van de kruiden erbij halen. Dan gaan er rode pepers in. Ik doe er 3 stuks. Ze zijn vrij groot. Het gerecht hoort een beetje pittig te zijn. Mocht je dan niet van pittig houden, dan doe je ietsje minder. Of als je geen verse pepers hebt, je kunt ook gewoon sambal oelek gebruiken. Ik heb ze alvast even afgespoeld. Kontjes eraf en dan snij ik ze in kleine ringetjes. Dan leggen we die hier neer. En dan een stukje gember. Flink stuk gember eigenlijk. Ik ga hem wel eventjes een beetje schillen. Hoeft niet per se. Je kan ook in stukjes snijden. Of in plakjes snijden met de schilder aan, maar ik vind dat wel prettig als de schilder af is. Sommige mensen doen dat met een theelepeltje. Ik gebruik liefst een dun schillertje. Als je doet, hupsa. Dat werkt voor mij goed, gaat wat sneller dan een theelepeltje. Je moet vaak zulke grote hoeveelheden gember schillen. Kijk eens. Gaat perfect. En dat spoel ik dan natuurlijk even af en snij in dunne plakken en dan liefst in de lengte, hoe groter ze zijn, hoe makkelijker je ze er weer uit kunt vissen. En hoe dunner ze zijn, hoe beter het zijn smaak kan afstaan aan je gerecht. Pas op je vingers, dan een stukje Laos, dat is iets te groot. Laos of Galanga, dat snijden we ook in plakjes, idem dito. Dat is ietsje steviger dan gember. En voor deze geldt ook, hoe groter de stukken zijn die je erin doet, hoe makkelijker je ze eruit kunt vissen. Dus gaan ze niet in kleine blokjes hakken, want dan kom je ze niet meer tegen. Laos en dan 2 sprieten seree. Kontje eraf. Het buitenste blaadje even eraf. En dan kneus ik ze. Dat kan op verschillende manieren. Ik sla hem dood. Dan kan en de smaak er beter uit. En hij is wat soepeler. Dan leg je een knoopje in. En dan kan je hem straks makkelijker terugvinden. Deze ook. Zo, dat was klaar voor straks. We gaan nu de specerijen bij elkaar zoeken. Dan gaan we nu kamiris erbij doen. Dit zijn kamiris. In het Engels heten ze candlenuts. Ik weet niet of er een Nederlandse naam voor is. Ik denk het niet. Kijk, ik zal even laten zien waarom dit candlenuts heet. Het bevat erg veel olie.
Kijk eens, en je kan ze dus als kaarsje gebruiken. In plaats van een vaccinelichtje. Dus als je een romantisch avondje hebt met je geliefde, steek je kamiris aan, zou ik zeggen. Maar goed, dit gaan we niet gebruiken nu. Maar zoals je ziet, ze zijn allemaal donkerbruin. Als je ze koopt in de winkel, zijn ze rauw en zijn ze heel bleek. Dan schijnen ze lichtgiftig te zijn. En door het verhitten verdwijnt het gif. Dus ik heb ze in een koekenpan droog geroosterd tot ze een beetje bruin zijn. Niet zwart natuurlijk. Anderzijds denk ik dat als je ze gaat bakken in de pan met je boemboe, dat het gif ook verdwijnt. Maar goed, in principe roosteren ze altijd eerst. Niet dat je er dood van gaat, maar als je een paar van die dingen rauw eet, heb je kans dat je een hele poos op de wc moet zitten. Ik ga ze raspen met een fijne rasp. Je kunt ze ook in de vijzel fijn maken of met een molentje. Ze zijn niet heel hard. Ze raspen heel makkelijk. En we hebben er 10 nodig. Ik heb hier het bakje met de geraspte kamiris. Daar ga ik de rest van de specerijen bij doen. Ik heb hier ketumbar, dat is gemalen korianderzaad. Doe 3 theelepels. Dan kunyit, oftewel geelwortel, in het Engels turmeric. Dat kan je ook als knolletje gebruiken. Dan moet je dat even malen. Dan zou je dat eventueel ook mee kunnen doen. Maar eigenlijk is poeder wel zo'n makkelijkheid. En vieze vlekken van op je vingers en op je kleren als je niet uitkijkt. Dus we doen gewoon poeder. 2 theelepels. Dan komijn, oftewel jinten in het Indisch. Doen we 1,5. Theelepeltje, nootmuskaat, ik heb hem zelf gemalen, dat is het lekkerst. Je kunt zo kant-en-klaar kopen, maar als je hem zelf maalt van die dingen en dan zeeft, dan is het een stuk lekkerder. Doen we 1 theelepel van witte peper, ongeveer 1,5 theelepeltje. Dan sterrenijs, ook een hele belangrijke smaakmaker, doen we er 4 in, 2, 3, 4 stuks. Kruidnagels, 8 stuks, 2, 4, 5, 6, 7 en 1 is 8, kijk niet zo nauw. En kardemom, de groene kardemom, 6 stuks, 2, 3, 4, 5, 6 maal. Goed, dan kunnen we nu beginnen met de uienfruiten en het vlees erbij doen. Alles staat klaar om er wat lekkers van te maken. Dus we zetten de pan aan, doen er een lekker scheutje olie in. En als het warm is, doen we de uien erbij. En de knoflook gaan we dat eerst even aanfruiten. Olie is warm. Eerst de uien. En de knoflook even aanfruiten. Fruiten moet je echt wel even de tijd voor nemen, dus niet eventjes erin en een paar seconden. Je moet echt even wachten tot de uien licht beginnen te kleuren richting geelbruin. Dan mag je echt wel 5 à 10 minuten voor uittrekken. Ze verbranden niet zomaar, je moet natuurlijk wel blijven roeren. Maar nu komen echt die aroma's vrij. Dan krijg je echt die smaak van gebakken uien. Dat zoetige, dat gekarameliseerde. Ze zijn nog niet gekarameliseerd hoor, maar dat is in principe niet nodig, maar wel eventjes goed bakken. Nou, dan doe ik nu de rest van de dingen. De laos, de gember, de seree en de lombokjes erbij. Bakken we dat ook eventjes mee. Goed blijven roeren. Even een paar minuutjes mee laten bakken. En dan gaan nu de droge specerijen erbij. Gaan ook heel even meebakken, niet te lang en goed blijven roeren en niet te lang, want zeker die poeders die kunnen heel makkelijk aanbranden en dat wil je niet, want dan is je hele gerecht verpest. Oh, die geuren die nu opstijgen, heerlijk. Kijk, zo is het goed, je ziet al dat het bruin wordt aan de bodem. Dan gaat nu het vlees erbij, dat gaan we ook even meebakken. Gelijk goed omroeren. Bijna meer kruiden en specerijen dan vlees. Dat wordt juist super lekker natuurlijk.
het vlees een beetje niet te ver, want je ziet dat je krijgt nu al bruin naar de bodem. Je wil niet dat het gaat verbranden, dus houd dat in de gaten. Dan gaan we het blussen met een halve liter water. En dan een blikje kokosmelk. Let wel even op het percentage kokos wat erin zit. In dit geval is dat 99,5%. Dus dat, en voor de rest zit er nog een emulgator in. Maar goed, dat mag geen naam hebben. Maar je hebt ze soms waar maar heel weinig kokos in zit. En veel water, dat willen we niet. Het is wel een hele lekkere. Even goed schudden dat het vet aan de bovenkant er doorheen zit. Het hele blikje erin. Het is nu nog vrij vochtig, maar doordat we het heel lang laten sudderen, dan gaat het wel inkoken. Kijk eens. Prachtige gele kleur. Het wordt echt een soort currygerecht. Wat bij curry's natuurlijk meer aan India denkt. Maar qua kruiden komt dit zeker in de buurt. En qua smaak heel lekker. Nou, dan gaan we voor de rest in 2 stukjes pijpkaneel. De meeste mensen noemen het kaneelstokken, maar een kaneelstok is wat je op de kermis koopt. Dat zijn die kaneelsmaakstukken suiker. Dit heet pijpkaneel en geen kaneelstokken. Maar goed, iedereen zegt dat bijna. Het staat zelfs op de verpakkingen vaak kaneelstokken, maar dit zijn geen kaneelstokken. Stukjes pijpkaneel, 2 stuks. Nou, wat er verder nog bij moet is daun djeroek. Dat zijn blaadjes van de daun djeroek broedboom. Een soort kleine limoentjes, heel aromatisch. Kun je in de diepvries kopen in de toko. Doe ik 6 blaadjes. En deze zijn erg klein. Ongeveer 6 blaadjes. Ik hou niet van te kinderachtig. Ik heb een heerlijke smaak van. Nou, doe er 1 theelepeltje suiker bij. 1 theelepel zout. En een scheutje citroensap. Pitjes wil ik niet. Zo, een klein beetje. Heerlijk. En dan gaan we dit even aan de kook brengen. Kijk, hij is nu heerlijk aan het sudderen. En de geuren die vullen het hele huis. En nu gaan we gewoon een poosje laten stoven. Ik draai hem nu wat zachter, gewoon op een laag pitje. Ik hou het deksel eraf, er zit best veel vocht in. Hij moet sausig blijven, hij moet vochtig blijven. Maar hij kan nog wel een hoop indikken. Mocht hij, dat kan van de kwaliteit van het vlees afhangen, maar ik ga ongeveer uit van een uurtje of ruim een uur sudderen. Dan gaat er een hoop vocht verdampen. Mocht hij te droog zijn, doe er nog wat water bij. Mocht hij aan het einde nog te vochtig zijn, dan laat je hem nog even op wat hoger vuur inkoken. Zorg wel dat je af en toe even roert over de bodem, dat hij niet aanbrandt. Maar goed, met zoveel vocht in dit stadium valt dat wel mee. Maar zeker als hij wat dikker wordt, dan is het wel belangrijk dat je goed over de bodem blijft roeren af en toe. Dus ik laat dit rustig even zo een uurtje staan. En dan gaan we straks kijken hoe het geworden is. Nou, het vlees heeft nu ruim een uur, 5 kwartier zachtjes gesudderd. Het is nu mooi gaar en mals. Het is nog wel stevig, het valt niet uit elkaar, maar als je een hapje probeert, het is echt super mals. De saus is goed ingedikt. Hij is nog wel dun en sausig, maar niet meer waterig. Hij ziet er mooi romig uit. En dit is eigenlijk perfect zoals je het wil hebben. Dus zo kan je hem opdienen. Je moet natuurlijk nog wel even alle specerijen en kruiden eruit vissen. De hele stukken dan. Ik ben er wel even mee zoet. Maar goed, je hebt toch tijd zat, denk ik. De gember en de kruidnageltjes en al dat soort dingetjes. Het is geen schande als er eentje blijft zitten, hoor. Maar het is voor het mooie is wel leuk als je het meeste eruit haalt. We kunnen het zo gaan opdienen. Kijk eens, dan heb je een heerlijk bordje rijst met goulet kambing. Je kunt natuurlijk de groenten bij doen of het zuur wat je zelf wilt. Maar dit is al lekker genoeg om er zo in te duiken. Ik zou zeggen, slam het makkan. Vond je het nou een leuke video? Like hem dan. Abonneer je op dit kanaal. Klik op het belletje, zodat je op de hoogte blijft als we weer een nieuwe video gaan uploaden. Tot ziens!